Welkom bij Let's Talk. Welkom bij het lectoraat Data Intelligence. Mijn naam is Marcel Schmitz en vandaag zal ik jullie meenemen in het verhaal rondom requirements ophalen, zoals we dat doen in de Hefner-methodiek Design Based Research. Als we kijken naar de cyclus van Hefner, dan zijn er verschillende plekken waar we iets met requirements kunnen doen. De meest logische is eigenlijk de omgeving waarbinnen ons probleem of onze doelstelling gemaakt wordt. Daar halen we vanuit de gebruikers of vanuit je opdrachtgevers op wat er nodig is voor datgene wat we aan het ontwerpen zijn. Of dat nou een product is of een model is, dat maakt niet zoveel uit. Dus het komt dan vanuit de relevance cycle. Echter, dat product of die oplossing die wij nu willen maken, kan al een keer gemaakt zijn. Dus in de knowledge base, bij experts of in journals, kunnen al mensen geschreven hebben over hele goede requirements voor een bepaald product. Dus daar zou je ze ook van op kunnen halen. Wat is nou eigenlijk een requirement? Een requirement is een behoefte, een wens, een eis van een gebruiker wat hij nodig heeft om dat product te laten slagen. Dat kan komen vanuit die gebruiker, maar dat kan ook komen vanuit dat die omgeving dat bepaalt, waarbinnen dat je die oplossing wil neerzetten. In andere richtingen binnen de ICT hebben we wel vaker gepraat over de business, de user en de system requirements. Dat is eigenlijk de manier waarop dat we in het verleden steeds gekeken hebben naar die requirements. En op zich kan dat nog steeds. De business is waarom doen we iets, de user is wat wil de user nou daarmee en hoe kan dat dan binnen een bepaald systeem zijn plek vinden. Hefner heeft echter zijn eigen stappen gedefinieerd waarbinnen dat we requirements kunnen destilleren. Wordt vanuit de mens bekeken, dus de mensen die te maken hebben met de oplossing die je gaat bouwen. Het wordt bekeken vanuit de technische systemen waarbinnen dat die je gaat gebruiken of waarbinnen dat je iets moet maken. En vanuit de organisatie van de systemen. Eigenlijk komt dat wel op hetzelfde neer, maar wordt het vanuit een ander perspectief bekeken. Als we kijken wat de traditionele stappen zijn om requirements op te halen, hebben we het vaak eerst over elicitatie. Het ophalen van de requirements op een bepaalde manier. Denk aan interviews, denk aan focusgroepen, denk aan het lezen van bepaalde zaken. Daarna doen we een analysestap, waarin dat we goed gaan kijken, weet de gebruiker ook wat het daadwerkelijk is? Conceptualiseren, waarin dat we gaan samenvatten, waarin dat we proberen om van allerlei verschillende wensen en eisen één duidelijke doel te maken en dat specificeren we dan zo smart mogelijk. Wat smart is, dat zouden jullie eigenlijk moeten weten. Daarnaast is er natuurlijk een verificatie. We gaan terug naar die stakeholders om te kijken, wij denken dat dit de requirements zijn. Bent u het daarmee eens? Is dit alles? Heeft u het ook zo bedoeld zoals we dat gedacht gehoord hebben, geanalyseerd hebben en smart gemaakt hebben? Dus we gaan nog een keer extra even die discussie aan om goed te kijken of dat alles is wat er is. Belangrijk om te onthouden is dat die requirements dus vanuit verschillende plekken komen. Niet alleen vanuit de mensen die het systeem moeten gebruiken of je de opdracht hebben gegeven om dat systeem te maken. Ook vanuit de omgeving waarbinnen dat je dit doet, zowel vanuit de organisatie als vanuit de techniek die je gebruikt. En dat je er van verschillende kanten naar kunt kijken. Dus het is altijd goed om even terug te gaan naar je opdrachtgevers en even vast te stellen, dit zijn ze en hiermee kunnen we verder innoveren. Dank jullie wel.